Als voorzitter van het Nederlands Geheugenpolie-netwerk breng ik graag ook nog een keer de visie van het Nederlands Geheugenpolie-netwerk onder de aandacht. En dat is namelijk dat we met z'n allen kunnen overleggen, kennis uitwisselen, ervaringen uitwisselen, zodat we uiteindelijk de zorg voor de geheugenpolie-patiënt zo goed mogelijk kunnen leveren. Vandaag bij het vierde Nederlands Geheugenpolie-netwerk congres hebben wij gekozen voor het thema de geheugenpolie vanuit het perspectief van. En daarvoor hebben we verschillende sprekers uitgenodigd. Ik ben zelf heel erg tevreden daarover dat we vanuit allerlei verschillende hoeken de geheugenpolie hebben kunnen belichten. En ik hoop ook dat wij als geheugenpolie zorgprofessionals ons daarmee beseffen wat onze taak is en hoe we nog beter de zorg kunnen gaan leveren.